It's good, Kelvin. Mijn naam is Kelvin, ook wel Kelvin. En het is weer tijd vandaag om iemand te grazen te nemen. Ja hoor! Fantastisch dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik vind het weer een eer om hier te mogen staan of hier te mogen zitten en te roosten alsof mijn leven ervan afhangt. Want dat gaan we vandaag doen. Je hebt het ongetwijfeld aan de titel al gezien en gelezen en gehoord en gevoeld en gewild ook vooral. Ik ga Fabiola roosten. Dus mocht je nou denken, hé, ik vind het wel geinig, abonneer dan alvast even op mijn kanaal. Dat wordt fantastisch en geef deze video even een ja. Goed, het is officieel tijd. Laten we beginnen met de roast of Fabiola. Vandaag hebben we het over Fabiola Volkers. Ook wel bekend als de reden dat condooms zijn uitgevonden. Fabiola roosten is denk ik het makkelijkste wat ik ooit gedaan heb. Het is een soort van bokswedstrijd tegen King Alert. Je hoeft gewoon niet eens je best te doen. Er is maar één ding in de wereld moeilijker dan Fabiola roosten. En dat is Fabiola niet roosten. Oké, laten we proberen om er een compliment te geven. Hey Fabiola, wat ben je mooi. Gelukkig ben jij lekker, schat. Ik vind het heel mooi hoe je tanden met je haar matcht. Fabiola, wat kan jij goed rappen, zeg? Ik heb moraal, in mijn verhaal, ga viraal. Ey, ey. Fabiola, wat ben jij stijlvol. Hoeveel heb je nodig, wil je wat? Oh nee, toch niet. Maar wel viraal. 2 miljoen views, bitch. Oké. Toch iets positiefs proberen te bedenken. Nou, ik heb één goede foto van Fabiola kunnen vinden op haar Instagram. Namelijk deze. Nee, serieus. Als ze gewoon de halve hoofd bedekt met haar is en niks aan de hand. Wat nou als jij je haar voor je gezicht kant? Zou je ook wel goed staan? Goede grappen bedenken over Fabiola is gewoon hetzelfde als haatcomments op haar Instagram. Ze komen gewoon allemaal vanzelf. Ik ben blij dat al die haters energie hebben om op een knopje te drukken. Thanks haters. Maar goed, laten we heel eventjes inzoomen op Fabiola. Ze woont in Stadskanaal. Nou hoor ik je denken, ja, ik vind dat inderdaad wel een vreemde plek om te wonen. Weet je, een kanaal in de stad. Nou ja, dat verklaart wel die vissenkop van haar. Blub blub. Blub blub. Nou één voordeel in ieder geval. Aangezien Fabiola in een kanaal woont, weet je wel gewoon wat je er moet geven op de verjaardag. Een touw en een baksteen. Worden we allemaal beter van. Laat ik het zo. Nou jongens, ik moet niet zo lullig doen. We weten allemaal dat Fabiola niet letterlijk in een kanaal woont. Het zou namelijk betekenen dat ze kan zwemmen. En laten we even eerlijk wezen, jongens. Kan wel zwemmen. Ik heb deze week mijn diploma aangehaald. Dus ja. Stadskanaal is een boerengat in het noorden van Nederland. En ik mag het zeggen, want ik kom daar ook uit de buurt. En zij woont daar. Ze is daar opgegroeid met de familie en de broers en de zussen en zo. En in een interview zegt ze het volgende. Ja, vroeger had ik ook echt alleen mijn familie en geen vrienden. Altijd familie, vertelden we alles mee en deden we alles mee. Oh Fabiola, dus je deed alles met je familie. Maar nu snap ik ook waarom je achtergesteld bent. Omdat je broer en zus ook tegelijkertijd je ouders zijn. Oh ja! Maar goed, als we het over Groningen hebben, hebben we het natuurlijk ook over aardbevingsproblematiek. En dat is wel, het is een serieus issue. En elke keer als ik weer op het nieuws hoor dat er weer een aardbeving is geweest in Groningen, denk ik bij mezelf, waarom is hij niet in Stadskanaal geweest? Elke keer hoop ik maar weer dat ze zeggen, ah, in Stadskanaal was er een aardbeving. Ja, en helaas heeft een 18-jarig blond meisje met krullen en een kuthoofd het niet overleefd. Rest in peace. Maar helaas, het huisje in Stadskanaal staat nog steeds rechtop. Dat kon je ook zien in een programma waarin ze laatst bij haar langs gingen. Aanbellen bij het huis van Fabiola, Temptation Island. Nou ja, dit is dus een programma waar ze aan meedeed, genaamd Boeiend. Toen ik dit zag, dacht ik dat ik naar Hotter Than My Daughter aan het kijken was. Fabiola. Kijk even hoe ze er fucking bij loopt. Wat is dit? Dit kan je niet menen. Maar Fabiola heeft niet alleen meegedaan aan Hotter Than My Daughter. Nee, ze heeft ook meegedaan aan Gossip. En daarin zei ze het volgende. Als ik uitga, ik drink nooit. Ik wil altijd mijn verstand erbij hebben. Wacht, heel even. Stop. Fabiola drinkt dus niet omdat ze altijd haar verstand erbij wil hebben. Noem jij twerken in een winkelkar? Je verstand erbij hebben. Ik denk dat je de mensheid veel gelukkiger maakt als je je gewoon elke dag klem zuigt. En dat je dan in een hoekje ergens ligt in je eigen kots. Veel beter. Maar dan wil ik nog heel even terug naar die winkelkar video. Kijk, als je dit zo zit te kijken, dan moet ik wel eerlijk zeggen, en dat voelen we denk ik allemaal, ja, het is toch wel zielig. Weet je, je begint toch wel medelijden te krijgen ofzo met die winkelkar. Nee, maar eerlijk, dat zet je toch aan het denken, weet je. Moeten we in Nederland niet meer denken aan onze winkelkarretjes? Zouden winkelkarretjes ook niet recht moeten hebben op slachtofferhulp? Deze winkelkar komt er nooit meer bovenop, dat weet ik zeker. Was de lekkerste rit van zijn winkelkarleven. En het mooie vind ik ook, naast het filmpje staat deze caption, komt die. Prrr, all day. All night. Twerking als een geit.
Sinds wanneer twerken geiten? Fuck! En ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar deze vrouw zegt de hele tijd brrr. Dat zegt mijn kat ook als ze moet spinnen. Nu we het toch over katten hebben, je hebt best wel veel overeenkomsten met katachtigen. Weet je, die hebben ook geen tieten, maar laten wel altijd ongevraagd hun hele anus zien. Oh, had niet gehoeven. Had niet gehoeven. Ik voel me gewoon smerig als ik naar dit filmpje kijk. Echt, als mijn moeder me zou betrappen terwijl ik me aan het aftrekken ben op dit filmpje, dan zou ik me nog dieper schamen dan als ze me zou betrappen aftrekkend op kinderporno. Ze uploadt wel best wel vaak best wel geniale dingen op Instagram. En met geniaal bedoel ik niet oprecht geniaal, maar gewoon pure leesvermaak. Kijk even naar dit. Alles is echt. Oké, alles is echt. Oké, nou, dat vind ik interessant. Ik kwam laatst namelijk deze foto tegen. Nou, dan denk je, hè? Dit is gewoon, dit is Fabiola. Toen kwam ik later op een andere website, kwam ik de onbewerkte foto tegen. Ja, dan zie je toch dat het niet allemaal even echt is, Fabiola. Wel knap, toch? En begrijp me niet verkeerd. Weet je wel, op de originele foto ziet ze er ook fantastisch uit. Maar op een of andere manier vond ze het nodig om zichzelf te laten lijken als een soort van kurkentrekker. Maar dan vraag ik me wel af. We hebben het allemaal over Fabiola, maar waar kennen we haar nou precies van? Ik kende haar ook niet zo goed, dus ik ging googlen op Fabiola Volkers. En toen stond er, bedoelde u het resultaat van incest? Shout-out Stadskanaal, hey, what's good? Maar als je dan wat dieper gaat zoeken, dan kom je erachter dat Fabiola heeft meegedaan aan Holland's Next Topmodel. Fabiola deed dus mee aan HNTM, omdat ze vond dat ze heel veel kans maakte. Ze dacht namelijk dat HNTM stond voor Holland's Next Teringmogol. Nou, die heeft ze sowieso gewonnen, laten we... Maar ja, toch jammer als het dan een modellenwedstrijd blijkt te zijn, Fabiola. En ze heeft het maar liefst 1 aflevering volgehouden. Nou, ik vind dat op zich wel zielig, hoor. Ik bedoel, hoe verschrikkelijk moet dat zijn geweest? Voor de kijkers. Ja, er zijn nog nooit zoveel mensen hersendood geworden in 50 minuten. Iedereen die die aflevering met Fabiola heeft gezien, is voor de rest van zijn leven jaloers op mensen met Alzheimer. Ik wil het niet meer. Ik haal het uit mijn geheugen. Help! Maar waar we haar natuurlijk voornamelijk allemaal van kennen, is Temptation Island. Waar ze meedeed als verrotte kuthoer. Oh ja, dat was hem. Maar er was een tijd voordat Fabiola meedeed aan Temptation Island. En ik heb een paar mooie foto's kunnen vinden van die tijd. Kijk, hoppakee! Nou oké, deze foto's zijn wel een tijdje geleden. Maar kijk even naar die kleren. Ik bedoel, ik wist persoonlijk niet dat je bij de CNA vroeger kleren kon kopen in het maatje slet. Wel leuk dat je pakje dan ook meegroeit naarmate je ouder wordt. Gadverdamme man, dit shot ook. Dit lijkt wel op Nederland in beweging voor oude mannen die niet meer kunnen bewegen, maar nog wel hun rechterarm kunnen bewegen. Oh ja, waar we er ook van kunnen kennen is haar liedje. Ja, alles designer, jawel. Alles designer, alles designer. Thanks voor de stream, babe. Yeah. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb laatst dit liedje keihard aangezet. Ja, echt serieus. In het huis van mijn terminaal zieke oma, zodat ze nog liever dood wilde. Misschien is het wel opgevallen, maar Fabiola heeft heel veel haters. Maar echt heel veel haters. Als je heel even over onder het nieuwe liedje kijkt, dan zie je daar al 44.000 duimpjes omlaag. Met 8.000 omhoog. Ik vind het dan nog bijzonder dat er 8.000 mensen zijn die dan een duimpje omhoog geven. Maar wat ik dan wel slim vind van Fabiola is, die houdt gewoon altijd de telefoon op de kop. Zodat het altijd lijkt alsof er 44.000 duimpjes omhoog zijn. Weet je wat je ook kan doen, Fabiola? Gewoon jezelf op de kop hangen. In een kelder. Zonder water en voer. Een week lang. Maar hoe je het ook bent of keert, Fabiola werkt wel aan zichzelf. Ze wil zichzelf wel verbeteren op bepaalde vlakken. Ze neemt bijvoorbeeld zangles, weet ik toevallig. Nou ja, ik durf echt voor 10.000 euro te wedden dat Fabiola zangles krijgt van rapper Shors. Yeah! Stel nou dat Fabiola en rapper Shors een gesprek met elkaar zouden hebben. Dat moet ongetwijfeld een beetje zo verlopen. Yo, Fabiola. Yeah. Yeah, let's go. Gucci gangbang. Yeah, let's go. Nou, dan snap je ook wel dat als die twee een kind zouden krijgen, wat dan de eerste woordjes zouden zijn. Wil iemand mij misschien adopteren? Maar Fabiola heeft niet alleen nu shine, ze had vroeger ook al shine. Ze heeft namelijk meegedaan aan het Junior Song Festival. We praten over jongens en waar ga je straks nog heen? Ja, vroeger als je meedeed aan het Junior Song Festival, dan kreeg je altijd een cadeautje, dat weet ik nog wel. Voordat je naar huis ging, dan kreeg je altijd gewoon een hele dikke, vette, permanente laag teringmogol over je heen. Toch zullen er heel veel jongens zijn die zichzelf wel eens hebben afgetrokken op Fabiola. En met aftrekken op Fabiola bedoel ik ook gewoon letterlijk aftrekken op Fabiola. Hoe denk je anders dat ze aan die fucking scheve neus komt? Kijk even naar deze kop. Fabiola, je lijkt op een heks die seks heeft gehad met een duif.
Weer wat geleerd. Wist niet dat heksen duiven konden seksen. Hé, hey, nieuwe rap. Of deze foto is ook lekker. Hier is Fabiola gewoon een Barbie met AIDS. Vanavond had ik een Temptation Island party. Toen ik dit hoorde, toen was ik best wel teleurgesteld. In ons land. Heel eerlijk, ja kijk, dan krijgen we te maken met terroristische aanslagen. Maar hoe kan het dan dat een Temptation Island party gewoon vlekkeloos verloopt? De terrorist die daar een aanslag zou hebben gepleegd, krijgt gewoon een fucking standbeeld op de Dam. Gevoelig puntje. Kut. Fabiola is zo niet aantrekkelijk dat ik gewoon een foto van haar naast mijn bed heb staan. En als ik dan in bed lig en zin heb in seks en mijn vriendin zegt: nee, ik ben ongesteld, ik ben moe, ik moet slapen. Dan hoef ik alleen maar naast mijn bed te kijken en dan heb ik op slag ook gewoon geen zin meer. Ik voel dan gewoon letterlijk mijn zaad in mijn teelballen zo aan de wand vasthouden. Nee! Nee, ik wil niet meer! Nee, ik blijf al zitten hier ook! Fabiola, als je bij de drogist het tegenovergestelde kon kopen van een Viagra-pil, dan was het gewoon een leeg doosje met jouw hoofd erop. Fabiola is zo onaantrekkelijk. Mensen met een pornoverslaving kijken gewoon nog liever naar natuurdocumentaires om klaar te komen. Maar Fabiola wil bekend zijn. Nee! Oh nee, nee, niet vertellen. Dat zegt ze ook gewoon eerlijk en ik moet het erna geven. Het is er wel gelukt. Ik weet zeker dat ze over 100 jaar gewoon in een museum staat. In het Martelmuseum om precies te zijn. En hier ziet u een martelapparaat waar letterlijk mensen hun ledematen van hun lichaam werden getrokken terwijl ze nog leefden. Oh, interessant, interessant. En dan gaan we door naar het jaar 2019. Fabiola. Oh nee, nee, dat mag ik niet zien. Dat kan ik niet tegen. Maar een Fabiola roast zou niet compleet zijn als we niet heel even zouden stilstaan bij de diss tracks. Ja. Je praat over 1-op-1, bitch, je bent 2-op-2. Je praat over een Gucci, maar bent zelf fake. Ik wil dood. Oh mijn god, wat erg dit. Fabiola, het is de bedoeling dat je andere mensen belachelijk maakt in een diss track, hè? Niet jezelf. Badass bitch, je weet toch? Je spot met de dood, maar ik leef nog. Rappen, Fabiola. Dat is... Ik denk serieus dat als Femke Louise een hersenbloeding zou krijgen, dat ze gewoon nog beter kan rappen dan jij. Let's go, Femke. Nu we het toch over Femke hebben, eigenlijk zouden jullie een duo moeten vormen. En dan noemen jullie het gewoon F en F. Fake en verschrikkelijk. Ja, ik weet wel dat het qua letter niet helemaal klopt, maar... Fabiola snapt het toch niet. Dankjewel, Fabiola, dat je mocht roosten. Hopelijk kon je het waarderen. Bedankt voor het kijken. Ik ben een hele aardige jongen, maar je weet wat het is. Als je akkoord gaat met een roast, dan krijg je er volledig van langs. Ik wens je heel veel succes met je carrière. Volgens mij ben je een schat van een meid. Ik heb lang niet meer zo gelachen. Ik moet even snel mijn luier gaan verschonen. Ha, later. Doe eens gekje met een normaal genoeg. What's good, girl fam? Ey.